Mijn naam is Lodewijk de Leu en dit is een nieuwe aflevering van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Chris Soenen staat achter de toog van de Zwaan. Het café bestaat 100 jaar en is het cement van het dorpsleven in Kooskamp. En dat vindt Chris, die in de politiek zit en schepen is, erg belangrijk. Hij beseft ook dat wie vandaag met een café begint, dat een totaal andere wereld doet dan pakweg 50 of 100 jaar geleden. Toch blijft de ziel van een buurtcafé onveranderd. Het contact, de band, het vertrouwen en natuurlijk de frisse pint. Goedemiddag, ik ben dus Chris Soenens. Van Kooskamp hier. Ik ben eerste schepen op de gemeente. Hoe ben ik hier in café in de Zwaan terechtgekomen? Ik ben er eindelijk in terechtgekomen door mijn overgrootouders. Dus mijn overgrootouders, Jules van de Hinste en Marie Eugenie van de Kastelen, hebben dus in 1919 het café gekocht. Dus het waren eigenlijk twee woningskes die beschadigd waren door het dynamiteren van de kerk. De kerk hier een beetje verder was dus gedynamiteerd geweest door de Duitsers toen ze zich terugtrokken. En er waren brokstukken op die twee woningskes gevallen. Dus zij hielden een café aan de overkant in Café de Keizer. Een café dat ze huurden aan Brouwer Schotte, die er ernaast woonde. Dus aan de overkant van het huidige café. Maar ze hadden maar geld gespaard. En na de oorlog konden ze dus die twee woningskes met oorlogskade kopen voor 3000 zilveren francs. 3000 stukken dus, en dat waren zilverstukken. Ze zijn dan begonnen met de restauratie, dus ze hebben dat zelf een beetje in handen genomen. Ze hebben van twee woningen één woning gemaakt en ze hebben dus een café in de Zwaan opgericht. De naam in de Zwaan kwam eigenlijk van een café die voorheen in dezelfde straat had staan, maar dan is dan afgebroken, omdat de bewoners die kinderloos stierven een woning hadden geschonken aan de pastoor, zodat hij rechtstreeks naar de kerk kon en niet meer een ronde moest maken. En die naam, de Zwaan, was open. En zijn ze er die naam genomen. Want voorheen was er geen café op de plaats waar dat nu woont. En als we zijn ze er dus gestart. En ze zijn eigenlijk officieel gestart in 22. Dus eindelijk van het jaar. Maar we gaan daar in het najaar iets rond doen. 100 jaar. Nu, na mijn overgrootouders ging mijn groottante en grootoom dat hier verder doen. Maar mijn groottante is ziek gevallen op jonge leeftijd. Ze is gestorven na 57. En dus de onkels, onze grootooms, zagen dat niet zitten. En zo is mijn grootvader en grootmoeder moeten café houden. Dat was dan al vroeger de mode. Je moest iets doen. De keuze was er niet. Er moest iemand in het café komen. En liefst dan nog een vrouw. Want mijn grootvader was eigenlijk metselaar. En hij was een echtgenote. Dus die van Petam afkomstig was, Germana de Degere. Het is moeten inspringen, nee. En ze deed het eindelijk niet graag. Ze was uit een burgershuis. Maar, en ze had echt moeten gewoon komen om café te houden. Maar het gemeentehuis was dan intussen voor de deur. En ze hadden dus wel een keer een huwelijk. En het volk dan uit het gemeentehuis ging. En naar de gemeenteraad. En dan was er toch geleidelijk aan ingerold. Na hun is mijn moeder in het café gekomen. Dus samen met mijn vader. Mijn moeder was een enige dochter. En zij had dus ingewoond in het café. Dus ze woonde hun bij. En, dus, en ze had ook het, alleen, en geleidelijk aan ook het café overgenomen. En bij, daarbij kom ik aan mezelf. Dus onze mama heeft in 1990 een volledig nieuwe woning hier gezet. Met nog wat café. Ze was van 1933, ze was dan 57 jaar. En ze wilde nog wat café houden, maar niet met de groet. Maar ze is dan plots gestorven aan een hartstilstand in 2004. Ze was dan 71. En ja, iedereen, zowel mijn broer als mijn zus en al, hadden een job. Maar natuurlijk, de mensen zijn allemaal, allee, gaan nu toch jullie café niet dicht doen. En we gaan dan gewoon niets meer hebben in Kooskamp. En het leven in Kooskamp, dus verenigingsleven en al, dat is zo belangrijk dat er nog wat cafés zijn. En natuurlijk dan ook met mijn politiek. Ja, ik was schepen sinds 2001, verkozen met de verkiezing van 2000. NAM bracht met zich mee dat dat... En eigenlijk is dat wel interessant, als je kunt
deelnemen van huis uit het café Volk, was dat ook wel interessant om het café verder open te houden. Weliswaar in samenspraak met mijn broer en met mijn zus en al, dat zij ook, indien dat nodig was, een handje moesten toesteken. Nu, dat gebeurde ook. Maar ja, nu, ik woon hier en de persoon die erbij woont, draagt nogal dikwijls een keer. En alles moet er altijd langs blijven en al, en moet er toch altijd een beetje bij zijn. Nu, het is met veel plezier dat we het doen. Het is een enorme schat aan sociaal contact. Er zijn, allee, je ziet iedere dag mensen, je leeft mee met je mensen. Ik zeg altijd, als je in een café woont, moet je veel zeggen, maar weinig vertellen. Dus de mensen komen een keer met hun verhaal, de mensen vertellen een keer iets. En je mag hier van alles babbelen, maar hetgene dat de mensen je toevertrouwen, je moet dat kunnen zwijgen. En we zijn er in een bepaalde zin een beetje toogpsycholoog. Ja, we zijn er een beetje toogpsycholoog. Ja. En zodoende, dat is een beetje de essentie. En je moet er zijn voor de mensen. En altijd met een blij gezicht. He. De mensen komen niet op café om klachten te worden of om gejammer en geklaag. Je moet altijd trachten er zijn voor je mensen en hun trachten courage te geven. Dat is ook heel belangrijk. En natuurlijk een goed pintje serveren. Dat is ook van belang. Ik zeg nog altijd, de cafés zijn toch nog een beetje cement van uw dorpsleven. Allee, het is soms, wat er geen cafés meer zijn, is echt soms, vind ik dat er ook het leven niet meer is op het dorp. De mensen hebben toch nog de nood om een keer ergens samen te komen, om een beetje te praten, om een kind wat te vertellen aan elkaar, om een keer iemand te zien. Kijk, mensen die hier toe komen, en ze zeggen ze er niet veel, goedendag, goedenavond. En ik wist met weer, maar ze kunnen ze ervan genieten. Van te kijken naar de mensen die aan toe bezig zijn met grote verhalen op te desten. En met, met toe parabels te vertellen. Maar echt, de mensen in dat deur van er te zijn en gewoon erbij zijn. Hè. Ze moeten ze er niet participeren in de vertelling en in wat dat er gezegd wordt. En dat is zo belangrijk. En ook dat de vereniging nog ergens dat wat thuishaven vindt. Het is een keer een vergadering, het is een keer een bijeenkomst, het is wat te doen. Allee, dat is toch voor veel, neemt dat weg. En dat is direct een heel wat minder sociaal leven. Er zijn natuurlijk nu met de huidige tendens en in de nasleep van corona minder begrafenissen dan al op een dorp. De kerk, is dan natuurlijk de begrafenis in de kerk zien wat achteruit te gaan. Maar later dat hier een begrafenis is in Koolskamp, heb je nog altijd volk die mensen zijn behoefte, bijvoorbeeld na de begrafenis of gewoon na de zondagsmis, een keer samen te komen, een keer het wat te vertellen. Het klinkt misschien allemaal passé, maar toch, bepaalde mensen hebben daar toch nog de behoefte aan. En vinden dat toch nog heel belangrijk. En vandaar moet men trachten het allemaal een beetje in stand te houden, niet? Nu nee, natuurlijk. Ja, wat zijn er goed, je mensen? Ja, knap. Ja, het beste. Nu natuurlijk, het type café, zoals dat ik hier houd, dat is nog echt bij uw woning. Ik weet niet in de toekomst wat dat nog allemaal mogelijk gaat zijn. Maar gewoon in alles, zowel in de bedrijven, in de landbouw, in eender welke tak van de economie, gaan we naar schaalvergroting. Moeten we wel grote bedrijven zijn. Grote winkels, grote landbouwbedrijven. Vandaar, café, het gaat ook allemaal moeten en ja, groter worden. En we zien ook de kosten. Als je wilt alles een beetje rond laten draaien, alles moet natuurlijk vergroten in schaal. Natuurlijk, het sociale, het menselijke, moet daar wel wat mee in. Ik kan het niet zeggen, we komen er op café van Bos. Namelijk hier de uitbater. De uitbater is van, ik heb mensen, als ze weten een uitbater zien, en wij zeggen, we gaan er niet bij, dat ook een personeel is. De mensen zoeken nergens nog die een band. En mensen die zeggen, we komen graag naar hier, we worden nu een keer graag bezig, we vertellen een keer graag wat dat nu. Maar zulke dingen, ik weet niet of dat in de toekomst nog haalbaar gaat zijn. Als we dat, om een grotere cafés moeten nemen, we zien dat trouwens in het buitenland, die. Grotere cafés, maar dat is met personeel en dat is op een duur is toch wat afstandelijker. Bij mij het café is niet zo groot hoor. Ik heb ongeveer 50 vierkante meter en ik heb ongeveer, het staan 24 stoelen en 8 en 6 en 14 bar stoelen.
Dus aan het weg. Nu natuurlijk, de corona heeft toch de mentaliteit wat veranderd. He. Nu, de mensen komen nou weer, zitten nou weer graag aan de comptoir, aan het weg. Maar natuurlijk, allee, ja, het zijn er nog veel die graag aan het tafeltje. Het is ook te zien. Like, in de s'avonds zitten de mensen toch nog liever aan het weg. Ze zijn meer alleen. Hebben, en like, de zondag en ze zijn meer in een groepje en ze zitten toch liever aan een tafel. Maar allee, ik zag het dan ook veel groter. Moet ik, allee, uit ons ziet, Kooskamps, op Kooskamps leesten schoeit, kan ik wel mijn volk zetten. Dat is, we zijn er in het dorpje. En als er iets te doen is, we hopen met goed weer, dat we ze buiten een beetje kunnen zetten. Niet nu ook, met wielertoeristen van de woensdagavond. En ja, nu, ze stoppen nu met rijden na Kooskamp-Koers, dus dat is binnen een dag of 14. Want, allee, ja, ze moeten licht aan hebben, ze rijden dan niet meer tijdens de winter, maar wel in de zomer, maar bent om blij. Onze toekomst, dan ze kunnen een beetje in de terrassen zijn. Zij ook. Het is natuurlijk, binnen lukt ook hoor, is dat er niet. Maar de mensen, allee, die terras is natuurlijk, dat je wat stoelen en tafels kunt, ik kan er ook niet zo extreem veel staan. Maar dat is altijd ook wel, we zijn in zo'n tijd gekomen. Mensen moeten een beetje buiten kunnen. Eigenlijk, voor de politiek is dat altijd, is dat zeker ook meegenomen in die zin. Alleen naar organisaties toe en naar het leven toe op uw gemeente kun je wel wat meer bereiken. Nou, die dan ook altijd is, het toch nog altijd van die mensen die, allee, ken ik graag dat ze belangrijke vragen komen staan hier aan de weg. Ik zeg altijd, hier is het café en als er iets serieus is, of je moet een vraag stellen in verband met de gemeente of iets, kom naar het gemeentehuis. Ik tracht dat zoveel mogelijk te scheiden. Ik ga hier ook nooit kappen van de politiek of van wat er in de gemeente gebeurt. En ook al een vraag over krijg, trachten ze toch wat af te wimpelen. Allee, ik wil dat eigenlijk gescheiden houden. Maar ik wil geen politiek voelen naar mijn weg. Ook als er mensen binnenkomen dat ik van weet, dat ze niet van onze strekking zijn, beloof ik vriendelijk. En allee, ga ik zeker nooit discussiëren. Je moet dat niet doen, want je bereikt er toch niets mee. Eindelijk, het is beter, kluister ik. Ah, ja, en tracht ik een gevat antwoord te geven in de mate van het mogelijke. Maar allee, het is zeker nooit de bedoeling om hier verder uit te wijden over alles wat aan mijn schepenambt aangaat en alles wat aan de politiek aangaat. En als het gaat over de politiek, tracht ik het niet al een beetje afzijdig te houden. Ik ga nog niet de hoge stellingen nemen in de café. Ik zeg, in een café, dat is een vrij huis, iedereen mag hier zijn gedag zeggen. En ja, nee, maar het is wel van belang, het contact met de mensen is en blijft belangrijk voor de politiek. Tussen de mensen staan. Luisteren wat dat erom gaat op u, in uw gemeenschap. Zowel in Ardoe als in Kooskamp blijft van belang en is zo stichtend voor mijn functie als eerste schepen. Dat is, en luisteren naar de mensen. Dat is van zo'n belang. Het voedt mijn visie op bepaalde zaken. Allee, hoort veel. Je voedt de mensen klaar een keer over de noden. Ze zeggen ook dat het goed is, hè. Maar ze klagen. Maar goed, je neemt dat met je mee en je kijkt wat je er kan mee doen. Maar het is van groot belang voor onder de mensen zijn en te luisteren naar de mensen. Ik weet het wel, hè. Je kunt niet altijd iets doen. En het is soms, pasklare oplossingen liggen niet altijd voor de hand. Maar er zijn bepaalde zaken, ik zeg altijd, lukt het nu niet, het kan lukken in de toekomst. Het kan lukken in de toekomst. Wie dus een café wil oprichten in een dorp. Allee, kan ik de raad geven? Wat plaats natuurlijk. He. De mensen, zowel in een dorp, vroeger werd er meer gefietst of te voeten gaan. Maar ze zijn nu ook allemaal met een auto. Dus ze moeten in een auto kunnen kwijtraken. Dat is misschien wat materialistisch. He. Maar we gaan straks over het andere. Een terrasje, wat plaats. Maar, we gaan deze laten passeren. Maar, vooral, het eerste dat je zeker moet kunnen als je een café begint, is inderdaad vriendelijk zijn, openstaan voor de mensen, kunnen luisteren naar de mensen, meningen kunnen delen. En werken natuurlijk, hé. We mogen niet denken dat we juist dat pintje uit te schenken is. Hé. Je moet heel je zaken, ze moeten verzorgd bijleggen, moet allemaal perfect klaarstaan, moet allemaal in orde zijn. De tijd die er ook in gaat. Hé. Als er dat één mens zit of twee mensen, moet je daar even enthousiast zijn. En even voor je beste doen of dat je café vol volk zit. He. Ik weet ook wel, dat schof als ze gewoon niet verrond met één of twee mensen of dat vol zit met volk. Maar je moet hier altijd even enthousiast blijven. He. Nu, ik denk dat dat in ieder commerce zo'n beetje is.
Maar allee, we mogen niet altijd... Excuseer, we zien natuurlijk altijd het mooie van een beroep en al. Maar aan ieder beroep zijn de positief en negatieve kantjes. En, allee, maar we moeten eraan het positieve op te zoeken en het negatieve wat aan de kant te schuiven. Maar sowieso altijd er zijn voor de mensen vriendelijk en hartelijk ontvangen. En zeker op een dorp ook hoor. De mensen vragen toch nog een beetje... Allee, in de stad is die afstand groter. Maar ik zie ook dat in de stad cafés zijn we dan de mensen toch ook... Maar dat je ook die gemoedelijkheid hebt. Als we die wijkcafetjes en zo, ga je dat toch ook die gemoedelijkheid door. Maar natuurlijk, op een dorp moet je dat zeker kunnen. De mensen zijn al, en de mensen zijn altijd ervan gediend als ze nog een keer aangesproken worden. Of als er een keer gestaan, hoe is het met u? De mensen zijn er altijd. Dus we kunnen de conclusie maken, er zijn voor de mensen vriendelijk en beleefd en een goed geswaneerd pintje serveren. Dat is van groot belang, zeg. Natuurlijk ook nog een woordje over het luik, het financiële, het commerciële. We weten allemaal dat, allee, dus, we zijn in een tijd gekomen waar je een café opnoemt, dat je toch ook een beetje hoe moet kunnen rekenen. Het kost allemaal veel geld en we moeten er ons terdege van bewust zijn dat een euro die in de lade, in het schof, in de kassa komt, niet een euro is dat je, allee, om uit te geven, nee, om terug uit te geven. We moeten ons terdege van bewust zijn dat we moeten onze producten aankopen, dat we moeten btw, belasting betalen, dat we nog allerlei onkosten hebben, elektriciteit, verwarming, wat we nu toch ook gaan moeten heel veel rekening mee gaan moeten houden. Dus eigenlijk moet je moet een systeem in dat je zegt, kijk, ik ga mijn inkomsten aan de kant steken. Je zou eigenlijk moeten de eerste maand je inkomsten aan de kant steken. Kijk wat je over hebt nadat je je rekening hebt betaald. En dan zie je wat dat er nog resteert om mee te leven. Om dus welk loon dat je eruit haalt. En eindelijk zou je moeten nog starten met café. Dat ik in een maand doe, ik in een maand niet aan uw inkomsten komen, er niets uit halen. Misschien wel 2,5 euro voor een broodtoon of 3 euro voor een broodtoon, dat gaan we de wereld niet maken. Maar eindelijk zie je dat ik het moet doen voor uzelf. Eerst in een maand al uw geld aan de kant staan en ik in al uw rekening betalen, dat je er die weet van dat heb ik over na een maand café houden. Maar inderdaad, er wordt soms te kort geredeneerd van alles wat inkomt is pure winst. Nee. Er moet heel wat rekening betaald worden. Nee. En dan heb je natuurlijk nog een keer wat er een evenementje is. Dan zo'n wat sponsoring komen. Dat zijn ook allemaal kosten. Nee, dat we niet mogen over het hoofd zien. En die soms te gemakkelijk gedaan worden. En ik weet het, je moet het doen. Je moet je klanten soigneren. En natuurlijk, uw klanten vragen een keer als ze het gewoon kortingen geven, of wat er een wielerwedstrijd is, of wat er een evenement is om wat sponsoring. Maar het is eigenlijk wel goed om er u heel bewust van te zijn dat die er euro een euro winst is. Dat er toch goed moet nagedacht worden. Dus de tijd, als ik kindertijd mijn grootouders bezig hoorde, nog voor de BTW in 1973 werd ingevoerd, allee, dat was een heel andere... Een heel andere manier van leven, een heel andere manier van café houden. Nu, het was ook allemaal zo complex en zo ingewikkeld niet. Maar nu, allee, je moet ook al op het einde van het jaar kijken of je balans allemaal klopt, dat het allemaal goed in orde is. Ja. Nu, ik denk dat het een beetje in iedere stijl zo gekomen is, dat er, hoe zeggen ze het dan op zijn Vlaams, dat er moet naar het bord gekeken worden. Nee. Je moet naar het bord kijken, nee, dat allemaal... Dat aan het einde van de maand dat er nog actief was zijn. Dat niet allemaal weg is, het gaat. Nu, want allee, het plezier is nog altijd het contact met de mens. Nee. En het zijn dat ook een dag dat het een beetje minder is. Dat je zucht. Of dat je zegt, ah ja, dat is wel iemand waar ik moet superveel geduld mee hebben. Of dat je toen gepijst, je ziet je toch ook niet stief dankbaar. Maar goed, dat is altijd zo. Het een keer de minder momenten, maar je moet ze zeker niet laten overschaduwen door de mooie momenten. Want eigenlijk het mooie is de dankbaarheid,
Als wij het plezier van samen te zijn met de mensen, echt het contact is heel veel waard. En allee, ik zou heel mijn leven in het café, ben er hier geboren dus. We zijn weer daar natuurlijk een beetje gewoon. Het is ook een keer werken in de weekends. Het is niet altijd zo vanzelfsprekend. Maar voor veel mensen is het weekend nu wel heilig. Maar het is ook dat werken in het weekend dat we niet mogen, onderschatten natuurlijk. Want allee, voor mij in de politiek, het is ook veel te doen in het weekend. Moeten de Amerikanen. Maar dan toch, de klanten die er zijn, en die dankbaarheid, dat vertrouwen, die een band dat je hebt, dat is zoveel waard. Dat is heel veel waard.